Welkom bij vlog nummer 6. We gaan het hebben over programma, oftewel de dingen die te doen zijn deze zomer op de camping. Ons uitgangspunt is eigenlijk altijd geweest dat wij een plek willen maken waar je gave dingen kan doen, waar je weer inspiratie op doet, waar je op kan laden, waar je nieuwe mensen ontmoet, maar waar je ook kan blijven slapen. En dat zijn we nu aan het vormgeven. Het hele slaapgedeelte dat staat. Maar het hele activiteitendeel is volop in ontwikkeling. Ja, qua activiteiten moet je echt denken aan enerzijds gewoon het zorgen dat je kan zwemmen, kan schommelen. Dat er een glijbaan is en dat het gewoon prettig vertoeven is voor iedereen hier. Maar anderzijds ook echt activiteiten waarbij mensen met een groep ouderen, kinderen iets gaan ondernemen. Iets gaan maken, iets bouwen, iets beleven, iets bewonderen. Ja, dat is nu de uitdaging. Hoe zetten we dat goed neer? Waar wij met Camping Swaza ons echt mee onderscheiden is toch wel denk ik het culturele programma. De samenwerkingen met kunstenaars, de artist in residence die we hier uitnodigen. Dat is in ieder geval het idee. Maar vinden we een kunstenaar, of eigenlijk wel 5 kunstenaars, die hier een week willen zijn in ruil voor een prachtige beltent? Dat is de vraag. Ja, door al het harde werken hier heb ik nog niet heel erg veel tijd gehad om te netwerken met Italiaanse artiesten. Alhoewel, ik heb wel een heel leuke zangeres gevonden. En die heeft ook nogal wat muzikale vrienden, zo gaat dat dan toch. En zij was enthousiast om te komen zingen op de camping, dus dat vind ik wel al heel leuk. En ze was ook wel enthousiast om samen met mij te kijken of er nog andere bands waren of muzikanten die het leuk zouden vinden om hier een avond muziek te komen verzorgen. Nou, hier zie je dus eigenlijk de plek waar ons toekomstige zwembad komt en ook het open atelier. Dus er komt een mooie overkapping, zodat we lekker in de schaduw kunnen zijn. Ik had nog een vraagje. Hè? Wat vond jij nou eigenlijk vorig jaar het leukste op de camping? Wat je kon doen op de camping? In het zwembad te zwemmen. Ja, zwembad was echt wel mijn favoriet. Weet je nog wat we deden ook met de kinderen? Als de kinderen er waren, dan gingen we ook wel eens wat dingen doen, toch? Ja, gingen we de film kijken. We hebben van Toy Story hadden we 1, 2 en 3 gekregen. Ja. Maar 4 die is bij de bioscoop, dus die moeten we bij de bioscoop gaan kijken. Uh-huh. En wat vond je nog meer leuk om te doen? Met de kinderen. We gingen ook wel eens een keer muziek doen, een party. We doen de pasta pas. En we krijgen wel weer gasten, denk ik. Gaan we zelf eten voor hen maken. Weet je wat we dan gaan maken? Nou. Pizza, pannenkoeken, pasta, pizza, pannenkoeken, pasta en frietjes. Ik ga even van de glijbaan. Oké. Okay. Doei. Nou, we hebben ze gevonden hoor, de kunstenaars, de artist in residence. We hebben gewoon een super gaaf programma. Dat gaan we de komende maanden bekendmaken. Ik zal ze 1 voor 1 aan jullie voorstellen op Facebook. En ik heb er gewoon super veel zin in. Super cool! Super, super, super cool! Nou, ciao, ciao!